Ik denk dat ik zelf type 2 ben. Hoi, ik ben Jane en deze week 5 type studenten die je in elk projectgroepje tegenkomt. Op het hbo doe je vaak projecten in groepsverband en elke keer weer in een ander projectgroepje. En in elk nieuw projectgroepje kom je een van deze 5 type studenten tegen. Type 1, de gestructureerde student. Deze student is het aanspreekpunt van je projectgroepje. Hij of zij weet precies wanneer alle deadlines zijn, gooit jullie al vanaf dag 1 in een WhatsApp-groep en controleert al het werk netjes en op tijd voor de deadline. Super handig, want zonder zo iemand in je projectgroepje overleef je het project niet. Type 2, de chaotische student. Deze student heeft zijn of haar leven niet helemaal op orde. Hij of zij komt vaak te laat op jullie projectafspraken, weet nooit wat voor opdrachten die moet maken en levert zijn of haar werk altijd net voor de deadline in. Type 3, de stille student. Deze student vindt het prima om in een projectgroepje te werken, zolang er maar wordt gezegd wat hij of zij moet doen. Deze student levert goed werk en levert zijn of haar werk ook altijd goed op tijd in. In de WhatsApp-groep praat hij of zij minimaal, zodat je soms vergeet dat hij of zij er ook nog is. Type 4, meer dan onvoldoende doe ik niet student. Deze student vindt het project onzin en wil niet meer doen dan nodig is voor het project om een voldoende te halen. Alles wat niet in het beoordelingsformulier staat is te veel werk en zal deze student dan ook echt niet willen doen. Type 5, de fanatieke student. In tegenstelling tot type 4 wil deze student juist zoveel mogelijk uit het project halen. Hij of zij komt met 1001 ideeën die vaak superveel tijd kosten, maar in zijn of haar ogen echt de moeite waard zijn. Laat me weten in de poll hierboven welke type student jij bent. Mis je nog een type student? Laat me even weten in de reacties. Klik hier om erachter te komen welke type studenten er rondlopen op de HBA en klik hier om te abonneren. Doe een duimpje omhoog en hoop ik je volgende week weer te zien. Doeg!